Homeopathie is een geneeswijze die een ziekte kan genezen met een andere ziekte die dezelfde verschijnselen heeft. Een overeenkomende ziekte als geneesmiddel dus. Atjo Westerhuis heeft in de afgelopen 25 jaar in binnen- en buitenland bekendheid verworven als voorvechter van de homeopathie in de diergeneeskunde. Samen met zijn collega Steven Schukking werken ze in een dierenkliniek, waar ze al jaren naast reguliere geneeskunde dagelijks huisdieren behandelen met homeopathische middelen. Er is een aantal redenen waarom het interessanter is. In de eerste plaats is de diagnostiek interessanter. Je hebt veel meer symptomen nodig om het middel te vinden. Je kunt zeggen van ja, oké, maar ik wil liever op een gemakkelijke manier het middel vinden dan op een moeilijke manier. Het voordeel is als je met meer symptomen een middel in de homeopathie vindt, dan heb je kans dat het middel beter en breder en dieper bij een patiënt past. Dat wil zeggen dat je de ziekte ook oorzakelijker kunt bestrijden. Dus dat is weer een voordeel. Bovendien heb je te maken met middelen die niet giftig zijn, dus die heel veilig zijn. Dus kortom, het is een therapie die, laten we zeggen, veel basaler de ziekte aanpakt, dus beter, meer uitroeit en niet symptomatisch werkt. En het is veel veiliger. En Flo. Een Flo? Een Flo, ja. Wordt verrukt. Kijk. Hoe is dat dan? Daar läuft er rum. Daar läuft er. Ik kan zien, dat is geen holländisches Flo. Ja. En wat er dan gebeurt is dat je zo'n nauwkeurige diagnostiek moet doorvoeren in je praktijk. Anders kun je niet het goede middel vinden. En wat ga je dan doen? Dat gedrag ga je automatisch ook vertonen in, dat we zeggen, de reguliere diergeneeskunde. Dus de diagnostiek die wordt veel beter als je gewend bent om homeopathische diagnostiek te doen. Je bent bij een dierenarts. Toen ben ik Dirk eventjes flink de huid volgescholden, want maar je moet niet luisteren. Als je hem nog niet op durft te pakken en op een tafel durft te zetten als pup zijnde, dan zeg ik van mij en iedere keer maar die pretnison. Ja. Maar heeft u de indruk dat het weer ook van invloed is op de jeuk? Dat denk ik wel, hè. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat het zo meteen toch wel met die pollen te maken heeft, met stuifmeel. Ja, want hij is dus gevoelig voor mijten, kruiden, vlooien. Ja. We gaan eens even kijken of hij nog een beetje verstand heeft. Ja, doe maar, want heeft hij toch wel iedere keer schijnbaar. Ja, toch ziet het er goed uit, hoor. Ja? Ja, ziet er goed uit. Kijk, en dan krijgt hij van die ontstekentjes, dat zou ik maar zeggen. En dan begint natuurlijk de jeuk, hè. Ja, maar kijk eens hier. Voordat het nou erger wordt. Hier, van ellebogen. Oh ja, joh. Oh joh, ja. Kijk, hij daar weer zo. Ja, daar zit erbij. Maar dat is net een olifanthuid. Nee, ik ga voorlopig er even vanuit dat het echt een huidklacht is. En dat het niet een gedragsklacht is en daardoor een huidklacht. Mm-hmm. Maar dat zouden we in tweede instantie, als we geen resultaat hebben van de behandeling, zouden we daar wel rekening mee kunnen houden. Eén keer per dag 2 granules. Ja? Ja. En dan geef ik hem even een tabletje erbij om die weerstand wat te verhogen. Dan werkt het middel waarschijnlijk ook veel beter. Mm-hmm. En hij moet binnen nu en zeg maar een week of 3-4 moet het probleem opgelost zijn. Dus je keuze van je medicijnen wordt ook veel beter, want je bent gewend om met veilige medicijnen om te gaan. Dus je gaat ook je reguliere middelen ga je heel kritisch bekijken alvorens je inzet. Kijk, zo'n rondje van 1,5 jaar die al 1,5 jaar op de prednison staat. Dat gebeurt dus regelmatig. En als die mensen niet op het spoor komen van er is misschien ook nog wel wat anders onder deze of in deze wereld dan alleen de prednison, dan gaan ze dus eindeloos met prednison door. En dat is een hondje die krijg je op 3-4-jarige leeftijd, moddervet, ligt de hele dag te slapen. Die krat weliswaar niet, maar hij leeft nog, dat is het enige wat je ervan kunt zeggen. Maar plezier in zijn leven heeft hij niet. Is het ook zo dat reguliere geneesmiddelen direct meer bijwerkingen veroorzaken? Ja, over het algemeen wel. Maar dan zeg je het ook heel goed, want het is dus niet zo dat homeopathie absoluut geen bijwerkingen heeft. Maar reguliere middelen hebben het zeker veel meer. Ja. En veel vaker. Dus, en kijk, je moet wel stellen dat als je dus een homeopathisch middel wil inzetten, en je bent niet helemaal 100% overtuigd van het feit dat het juiste middel is, dan kan je dus er nog wel eens naast zitten. Nou, als je dan een patiënt hebt die snel behandeld moet worden, dan neem je dus onnodige risico's. Dan kun je veel beter een regulier middel nemen wat wel trefzeker is.
He, want het blijft natuurlijk altijd gelden. Je kunt beter een middel hebben wat verdomd goed werkt, wat een beetje bijwerking heeft, dan een middel wat helemaal geen bijwerking heeft, maar wat dus niet werkt. Want uiteindelijk gaat het nog om genezen. Nou, die afweging treffzekerheid aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant, daar ben je dus de hele dag eigenlijk mee bezig. Ja. En ik vind dat wij als regulier opgeleide dierenartsen te weinig ervan doordrongen worden dat middelen toch heel veel bijwerkingen hebben. Hier is ook weer dik, is weer overvuld. Cellen kan je met homeopathische medicijnen ook niet bij. Hè? Ik bedoel, als zo'n meniscus lapt is, dan kom je er ook niet verder mee. Ja, maar ook ja. Hij is dik, hè? Overvuld, hè? Zonde, hè? In dit geval had deze hond heeft een voetbalknietje gehad. Wat er gebeurt is in feite, zeg maar, het onderbeen, daar stappen ze mee bijvoorbeeld in een kuiltje. Het bovenbeen schiet door en dan schiet die voorste kruisband, die scheurt af op dat moment. Nou, dat is dus de vorige keer is die voorste kruisband hebben hersteld. Er is een nieuwe kruisband ingekomen. Maar daarnaast hebben we nog tussen het onder- en dat bovenbeen, zeg maar, we zorgen ervoor dat dat niet op elkaar zit. Er zit een soort van stootkussentje in. En dat kussentje, als je dat van bovenaf bekijkt, zijn er twee hoefijzervormige plaatjes. Op deze manier, zeg maar. En dat noemen we de meniscus. En waarschijnlijk is de binnenste meniscus in dit geval, dus aan de binnenkant van de knie, die is ingescheurd hier en misschien zelfs wel helemaal omgeklapt. En wat we morgen gaan doen is, dan gaan we zeg maar, of die scheur die wordt eruit gehaald, of als het nodig is wordt die hele achterste flap wordt eruit gehaald. En daarmee kan die in principe weer goed functioneren. Dit is meniscus. Dun van binnen. Dun van binnen. Ik heb er dus nu helemaal, kun je zien dat hij los zat. Ik had hem alleen hier ingesneden. En ik wou hem dus zeg maar zo, wou ik hem dus de binnenkant eruit snijden. Dan heeft hij toch steun aan de buitenkant. Maar ik had dus hier een stukje uitgesneden. Ja? En toen komt het hele meniscus al mee. Zeer pijnlijke rechterheupen, ook rugpijnlijk. Geen afwijking zien. L6 misschien wat op de helft in de disc. Het lijkt toch primair weken delen probleem. Heup, maar rug niet 100% weg te denken. Verder is hij goed gezond. Eet goed, drink goed, pop goed, plas goed, vrolijk. Geen braken, geen diarree, geen hoesten, geniezen, geen proesten. Verder geen bijzonderheden. Hij zet hem wel neer, maar hij zakt er doorheen. Ja, hij zakt er doorheen. En het zou wel eens een neurologisch probleem kunnen zijn in plaats van een pijnprobleem. Neurologisch wil zeggen dat de zenuw niet goed functioneert, die een beetje een verlammingsgevoel heeft. Dan moet je altijd heel voorzichtig zijn met zo'n foto, want het kan makkelijk zijn dat die dus net onder een bepaalde hoek genomen is. En dat je dan dus de tussenwervelruimte wat smaller ziet dan in werkelijkheid is. Als je echt zou willen weten dat hier, of hier wel of geen probleem zit, dan zou je contrastvloeistof in moeten spuiten. En ik vermoed dat de hond dus geen pijn heeft aan zijn poot, althans dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar dat het een neurologisch probleem is wat ik al aangegeven heb. Dus er is een blokkade ergens in die rug, waardoor dus die zenuw niet goed functioneert. Dat is een hoogst waarschijnlijk een hernia. Die diagnose kun je op een, zoals wat wij dan noemen, een natief foto, een gewone foto, eigenlijk niet goed stellen. Maar als ik die goed wil stellen, dan moet ik dus een röntgenfoto maken met contrastvloeistof. En dat is me allemaal een te zware diagnostiek om dat nu te doen. Ik kan ook zeggen van, ik ga ervan uit dat het een hernia is. Daar behandel ik hem nu ook voor. En we kijken gewoon over 3-4 weken hoe het gaat. In een acuut geval, dus als hij helemaal wam in één keer verlamd is, dan moeten we een contrastvloeistofonderzoek doen om te kijken waar het zit. En dan zou hij zelfs operatief behandeld moeten worden. Maar zover komt het in de meeste gevallen niet. De prik is een prednison prik. Dat heeft niks met homeopathie te maken. Dat is puur prednison.
Dus dat is gewoon een regulier middel. Nou, prednison heeft een hele slechte naam. Maar dat heeft hij met name als je dat langdurig gaat gebruiken. Ik heb nu gebruik gemaakt van de positieve effecten van de prednison, namelijk ontstekingsremmer. Het kan zijn dat hij even wat meer eet en drinkt, maar dat is heel kort. Maar daarna is die bijwerking is over. En je hoeft je niet bang te zijn voor de bijwerking zoals we die bij honden en mensen ook kennen. Van dik worden en dat soort dingen. Dus, en ik denk dat het ook verstandig is om die reactie weg te werken. Dat je niet alleen maar blind vaart op de homeopathie. Want dit kan in een acuut stadium kan het heel veel rotzooi opruimen. En dan kunnen we met de homeopathie kunnen we het restje oppikken. De eerste 3 weken kan het zijn dat je dus niet tevreden bent over de behandeling. Maar tussen de 3e en 4e week moet het perfect gaan. Ja, ja. En als dan dat dus niet zo is, dan moeten we nader de diagnostiek doen om te kijken wat er dan wel aan de hand is. En wij komen over 1 week of 3 terug? Nee, jullie moeten mij over 4 weken juichend opbellen dat het goed gaat met de hond. De universiteit gelooft nog niet in de homeopathie, maar de universiteit zijn ja, in eerste plaats lopen ze ver achter op het maatschappelijk gebeuren, want iedereen... laten we zeggen, in de maatschappij heeft zo langzamerhand wel in de gaten dat homeopathie een bepaalde plaats verworven heeft. En de universiteit verzet zich daartegen, dat is dus op zich al een schande. Maar het feit dat het niet wetenschappelijk bewezen is, maar dat heeft te maken met angst voor onzekerheid. Kijk, als je alles op zeker wil spelen, dan moet je gewoon wetenschappelijk bewijzen. Maar als jij je hele leven wetenschappelijk zou indelen, dan heb je geen deel van leven. Want dan moet je dus vooral niet gaan vliegen, want statistisch is het misschien mogelijk dat hij naar beneden sodemietert, weet ik veel wat allemaal. Dus die wetenschappers die zeggen van het is wetenschappelijk bewezen, dan bestaat het. Is het niet wetenschappelijk bewezen, dan bestaat het niet. En dan zeg ik tegen die wetenschapper, als wij hier in de praktijk alleen maar wetenschappelijk zouden werken, dan zouden we 80% van onze praktijk niet kunnen doen. Want die hond die ik dus nu behandeld heb, heb ik niet wetenschappelijk bewezen dat hij een hernia heeft. Toch is de bijzonder praktische aanpak. Ik had